Toen in 1971 de mannen van de Heefvleesche Wielerclub besloten hadden een beroepsrennerswedstrijd te organiseren en naar de kalender te gaan trokken om een geschikte datum te verkrijgen, werd hen de zaterdag voor Parijs-Roubaix aangeboden. De voorwaarde was echter dat ze zich daar ter plaatse verbonden voor die datum en een naam voor hun wedstrijd opgaven. Die datum was geen probleem, die kon men aanvaarden. Maar aan een naam had men te Heverlee nog niet gedacht. Het was toen dat de Guillaume Wouters, die toen ondervoorzitter was van de wielerclub, de naam van de E5-prijs uit zijn mouw schudde. Daarbij waarschijnlijk geïnspireerd door de aanleg van de E5-autoweg die toen in aanbouw was. Secretaris René van der Wegen, die de ondervoorzitter vergezelde, was het volledig eens. En zo werd die avond in Brussel de beroepsrennerswedstrijd van Heverlee onder die benaming ingeschreven, zonder dat men in de club wist hoe die wedstrijd zou genoemd worden. Hier enkele archiefbeelden uit die eerste E5-prijs, waarin Albert van Vlierbergje zich de beste toonde van de 105 deelnemers. Op 40 kilometer van het einde ontsnapte een zevental renners, waarvan Albert van Vlierbergje met lichte voorsprong won. Tweede was Ronald de Witte. Ook twee Heverleese beroepsrenners waren onder de deelnemers, namelijk Hugo de Haas en Maurits Eijers. Deze laatste eindigde achtste. In 1973 bestond de Heverleese Wielerclub 10 jaar. Bij deze gelegenheid werden zij ontvangen op het gemeentehuis van Heverlee, waar burgemeester Knops hen een vlag overhandigde. Ook werden de 8 stichtende leden gehuldigd, waaronder chef de Rijst, die toen voorzitter was tot in 1971, toen hij het voorzitterschap overliet aan Guillaume Breysem. Enkele dagen later stond een driedaagse op het programma. Zondag 15 april de derde E5-prijs voor beroepsrenners, gewonnen door Staf Hermans. Op maandag 16 april was er de derde E5-prijs voor liefhebbers. En op dinsdag 17 april eerste Vlaamse pijl, gewonnen door Ronnie van de Vijver. Van deze wedstrijden werden toen nog geen beelden opgenomen. In 1975 was het dan het eerste lustrumjaar van de E5-prijzen. Lang voor de E5-prijs van Heverlee boven de doopvont werd gehouden, was de Heverleese Wielerclub actief als organiserende club. De eerste wedstrijden werden gereden in Heverlee Centrum, tot in de jaren 60 de beperking kwam voor het gebruik van sommige wegen voor wielerwedstrijden. Toen verhuisden de mannen van Heverlee naar het oefenterrein van de kazerne van Heverlee, waar verschillende jaren na elkaar uitgepakt werd met wedstrijden op een gesloten omloop. Veel succes kende men niet met deze wedstrijden, omdat bijna iedere keer de weermaker als spelbreker optrad met regenbuien, die zelfs de meest verstokte wielerfan thuis hield of van de omloop deed vluchten. Deze regenbuien kwamen weer ongevraagd in 1975 tijdens de vijfde E5-prijs. De toen opgenomen film was werkelijk in het water gevallen. Door de vele donkere beelden was het onmogelijk om een film van deze wedstrijd samen te stellen. Uit het archief hebben we toch nog enkele beelden uitgehaald om deze vijfde E5-prijs toch een plaats te kunnen geven in dit 10-jaar overzicht. Niettegenstaande het slechte weer waren er toch 123 renners aan de startlijn, met onder hen voor de eerste keer Frans Verbeek. Frans had echter geen geluk, want hij deed bandbreuk in de laatste kilometers en geraakte niet meer in de spits van de wedstrijd. Hier zien we de renners tijdens de beklimming van de Petrusberg naar Haasrode toe, en dit tijdens een van de kleine plaatselijke ronden.
De zegen van de wedstrijd bleef in de ploeg van Frans Verbeek, want op het einde van de wedstrijd wist Engelbert op de Beek uit het peloton te ontsnappen en won met een lichte voorsprong. De spurt van het peloton werd gewonnen door Fons de Bal voor Frans Verbeek, Benny Scheepmans en Dirk Baert. Burgemeester Knops werden bloemen overhandigd aan de overwinnaar. Enkele weken voor de start van de Ronde van België te Genk een persconferentie werd gehouden, konden de organisatoren nauwelijks geloven dat deze uitgave in 1975 zo succesvol de geschiedenis zou ingaan. Het was voor de eerste maal ook dat naast de sportieve Franstalige krant La Dernière Heure ook het Nieuwsblad als sponsor optrad. Een week voor de E5-prijs was het hoogdag bij de Heverlezer Wielerclub. Achter de Sint-Lambertuskerk op de Waverse Baan lag de aankomstlijn van de Ronde van België. De Heverlezer Wielerclub was niet aan haar proefstuk, want in 1974 stonden ze in voor de organisatie van een gewone rit-aankomst uit de Ronde. Nu was het de eindaankomst die bestond uit twee delen. Eén aankomst in de voormiddag en één in de namiddag. Thank you.
eerste halve rit ging over Borgwarm naar Heverlee en dit over een afstand van 104 kilometer. Op ongeveer 40 kilometer van het einde waren Eddy Verstraeten en Johan de Munck uit de groep ontsnapt. Toen hun voorsprong ongeveer 1 minuut was, reed Verstraeten in Huldenberg plat en hij moest Johan alleen laten. De Munck haalde het dan met een ruime voorsprong van 40 seconden op Verstraeten. Op 1 minuut 40 volgde het peloton. De spurt werd dan gewonnen door Staf Hermans. Freddy Maartens werd vijfde en Verbeek zesde. Algemene rangschikking veranderde niets. Maartens bleef aan de leiding met een voorsprong van 20 seconden op Pollentier en 27 seconden op Verbeek. Na de middag vertrokken de renners voor het tweede gedeelte van de laatste rit, die bestond uit 3 plaatselijke ronden met een totale afstand van 80 kilometer. Het tekenen van het controleblad gaf de toeschouwers en de supporters de gelegenheid om iets dichter bij de renners te komen. De renners die het meest in de belangstelling stonden waren Freddy Maartens als leider en Frans Verbeek als plaatselijke vedette. Burgemeester Knops werd dan de start gegeven van de laatste rit. Frans Verbeek, die op 27 seconden van de leider stond, zou zeker nog trachten iets te ondernemen tegen Freddy Maartens, want winnen in eigen streek zou voor Frans uiteraard zeer welkom zijn. Dat deze rit nog stukken zou maken zat er dik in, want de renners moesten 3 keer over het slechte stuk steenweg te Egenhoven, wat terecht de hel van Egenhoven wordt genoemd. Nog een gesloten groep renners bij de beklimming van de Petrusberg. De eerste rit ging over Haasgode, Blanden, Vaalbeek, Sint-Joris-Weert, Neerijsse, Korbeek-Deile en zo terug naar Heverlee toe. De volledige rit werd gedomineerd door de ploeg van Frans Verbeek. Hij zelf kreeg echter geen meter vrijheid van de ploeg Maartens.
Tijdens de eerste doortocht in de hel van Egenhoven ontsnapte Engelbert op de beek uit het peloton en dit op 35 kilometer van het einde. De ploeg Maartens liet begaan en op de beek fietste zo een voorsprong van 2 minuten en 35 seconden bijeen. Tijdens de eerste doortocht aan de aankomstlijn. Tijdens de laatste doortocht over de kasseien van de hel kreeg op de beek een geweldige inzinking. En hij zag dan ook zijn voorsprong volledig de mist ingaan. De achtervolgers zaten hem zeer kort op de hielen en even verder was hij eraan voor zijn moeite. Later konden we vernemen dat hij te weinig had gegeten. Ik zag scheel van de honger, zei hij. Ik reed nog 5 km/u, ik kon niet meer. Ook waren er in de hel verschillende valpartijen op de gladde kinderkopjes. Van Op de Beek, Guido van Zweeveld, zag de verzwakking en hij demarreerde weg uit het peloton en stak tijdens de laatste kilometer Op de Beek voorbij, zonder hem zelfs een blik te gunnen. MUZIEK
Aan de stand kwamen geen wijzigingen, zodat deze 59ste ronde van België gewonnen werd door Freddy Maartens, die tevens eindoverwinnaar werd in de puntenstand. Hij won 3 ritten in deze ronde van België. Bij het ontvangst op het gemeentehuis werd door burgemeester Knops in de eerste plaats hulde gebracht aan de winnaar Freddy Maartens en overhandigde hem de beker van de gemeente Heverlee. De burgemeester dankte ook de verschillende gemeenten waar de ronde doortrok, als ook de vele belangloze medewerkers, want zonder hen was deze grote sportmanifestatie niet mogelijk. Als verantwoordelijke van La Dernière Heure en het nieuwsblad voor de organisatie van deze ronde van België, mochten de heren Van der Wallen en Grumeaupont een glasraam van de gemeente in ontvangst nemen. Dankte de heer Grumeaupont, de heer burgemeester, voor de goede sportieve samenwerking en gaf aan burgemeester Knops een herinneringswimpel van deze 59ste ronde van België. Tot slot werden alle deze dankwoorden overspoeld met een glaasje champagne. Tegenstaande het bar slechte weder van de vorige dagen, verheugen we ons in een zonnige zaterdag 16 april. Van in de vroege morgen zijn alle beschikbare anden van de Heverleese Wielerclub paraat voor het in orde brengen van de aankomsttijd. We horen nog even de toenmalige secretaris en vriend René van der Wegen, die jammer genoeg eind 1980 definitief van ons is weggegaan. René was een man waar de Heverleese Wielerclub heel wat heeft aan te danken. Het was ook mede onder zijn impuls dat de E5-prijzen werden ingericht. Hij kende het klappen van de zweep. Hij wist hoe op nationaal vlak met de Belgische Wielerbond moest onderhandeld worden om het gunstige resultaat voor de Heverleese Wielerclub af te dwingen. René, we zullen je nooit vergeten. 3 maanden eerder was ook Etienne Jacobs overleden. Etienne gaf ieder jaar aan de micro een verslag van de aankomst. Op het einde van deze 7e E5-prijs hoort u hem nog eens in actie. Tafel Dick van Schiel. Hier te Heverlee wel een gekende figuur. Hij was onder andere winnaar van een E5 en van een Vlaamse pijl. Thank you.
Met 83 deelnemers aan de start, waaronder Verbeek, Van Impe, Brakke, De Schoenmaker en Van Schil, trok men stoetsgewijs door Leuven stad om aan de parkpoort de eigenlijke start te geven. De officiële start aan Café Garage voor een eerste grote ronde van 100 kilometer doorheen Brabant. Komen we te Kerkom, waar Georges Klaas een aandachtig toeschouwer is van onze E5. Van koersdirecteur, vergezeld van burgemeester Van Sina, die hier zijn vuurdoop beleefde in deze koerscorrida. Zoals steeds verloopt de eerste grote ronde van de E5-prijs zeer traditioneel, met enkele ontsnappingen die alle zonder gevolg waren. Nu ook sloegen enkele renners de handen in elkaar en bouwden vlug een ruime voorsprong op en bleven zo een hele tijd met 5 renners aan de leiding hangen. In de buurt van Tielt moesten de renners over een zeer slecht stuk weg die bezaaid was met keien. Van de 5 renners die vooraan reden vielen er 3 plat en alleen Christian de Muischere en de Italiaan Bellet bleven aan de leiding. Luxemburger Lucien Didier was uit het peloton ontsnapt en in Berchtum sloot hij aan bij de 2 kopmannen. MUZIEK
ontsnapping van de drie leiders hield geen stand, want bij het binnenrijden van Heverlee had een volledige hergroepering plaats en de wedstrijd kon terug beginnen met nog 10 plaatselijke ronden af te leggen. Plaatselijke ronde brachten enkel spanning in de vierde ronde toen 6 renners ontsnapten uit het peloton. Dat waren Steels, De Lerwaas, Bornier, Van Gerwen, Niethurst en Schipper. Door het peloton werd gereageerd op de ontsnapping van de 6 renners en op 2 ronden van het einde was alles weer samen. Dit was het moment waarop een nieuwe ontsnapping tot stand kwam, maar dit keer kreeg men een kopgroep van 15 renners, waaronder Rudy Pevenage, Ronnie van de Vijver, Ferdinand Bracke en Wart Janssens. Deze 15 renners hielden stand tot aan de aankomst. Van Etienne Jacobs vernemen we nu wie van de 15 renners de naam op de erelijst van de E5-prijs heeft geschreven. Van hieruit moeilijk te onderscheiden. En hier zijn ze dan.
En het is Rudy Pevenage, als ik het goed voor heb, die deze zevende grote E5-prijs komt te winnen. En hier dan, de spurt van het grote peloton, gewonnen door Frans Verbeek. Zo dan, mijn beste sportliefhebbers, is het doek gevallen over deze zevende grote prijs. Hier krijgen we dan nog André Delcroix, één eruit blinken. Café Night and Days moesten de renners hun rugnummer terug inleveren en werden de prijzen uitgedeeld. Frans Verbeek aanvaardde de zoveelste nederlaag te Heverlee met de glimlach. Aad Schipper mocht als winnaar van de klassementspurten een prachtig uurwerk ter waarde van 6000 frank in ontvangst nemen van de heer Ausloos van de uurwerker Rodania. Voor de achtste E5-prijs in 1979 werd door de organisatoren een laatste algemene wegverkenning ingericht. Waarschijnlijk om diplomatieke redenen werden de vrouwen ook op deze verkenning uitgenodigd. Van deze uitstap werden geen beelden genomen en dit om te vermijden dat men de indruk zou krijgen dat de renners ook in al die cafés zouden moeten afstappen. Dus wij houden het maar bij de omloop die voor de renners is uitgestippeld. Thank you.
Op 8 mei 1979 was het druk aan het lokaal De Club, waar de renners moesten ingeschreven worden voor de 8e E5-prijs. Na het sluiten van de deelnemerslijsten bleken er niet zoveel deelnemers te zijn dan bij de vorige jaren. Ook de grote namen van de andere jaren waren niet komen opdagen. Slechts een 40-tal renners aan de start ging het van het Heilig Hart Instituut stoetsgewijs door Leuven. Officiële start aan het Parkpoort konden de renners beginnen aan de grote ronde van 140 kilometer. Tijdens deze ronde viel er echter weinig te beleven. Wij maken van deze gelegenheid dankbaar gebruik om u iets meer te vertellen over de wedstrijden waarvan geen beelden zijn opgenomen. De tweede E5-prijs in 1972 werd gewonnen door Vic van Schil, die toen ploegmaat was van Eddy Merckx. Op het bergje aan de Zoete Waters had Vic zijn metgezel van Gebergen in de steek gelaten tijdens een sterke demarrage om het voorsprong te winnen op de Naamse Steenweg. In 1974 stonden er twee organisaties op het programma. 7 april, de vierde E5-prijs, gewonnen door Bernard Bourguignon, die zich de beste toonde van een kopgroep van 25. Hij vertrok van zeer ver en weerstond prachtig aan Tony Gakens, die zich de laatste kilometers toch zo geestdriftig had getoond. 16 april, aankomst van de tweede rit van de Ronde van België. Florent Heverlee over 200 kilometer. Deze rit werd gewonnen in een millimeter spurt door Freddy Maartens, voor de kampioen van België, Frans Verbeek. Freddy Maartens veroverde hierdoor de leiding in het klassement en stond hij niet meer af tot op het einde in Wezenbeek op hem. De zesde E5-prijs werd verreden op zaterdag 10 april 1976 met 137 deelnemers aan de start. 3 kilometer voor het einde demareert Etienne van der Gelst weg uit het peloton. Hij kwam bij de 5 leiders die nog slechts een kleine voorsprong hadden en ging dan mee in het wiel van Patrick Lefevre. Deze laatste viel echter stil, maar Dentienne hield voldoende kracht over om afgescheiden de aankomst te bereiken. In 1978 werd de E5-prijs niet ingericht. De reden was hoofdzakelijk omdat men te kampen had met moeilijkheden bij het vastleggen van het parcours. Van deze stilte op het front werd dan gebruik gemaakt om in het bestuur een reorganisatie door te voeren. Guillaume Bruysen, die in 1971 voorzitter werd en naar zijn zeggen toen voor 5 jaar, gaf zijn ontslag en werd opgevolgd door Roger Peters. Secretaris René van der Wegen kreeg op zijn verzoek de post van schatbewaarder en Maurits Schoenmaker erft het secretariaat. En Jean Jossard vervangt dan Maurits als ondervoorzitter.
Nu terug naar de achtste E5-prijs waar we aan het einde van de grote ronde twee tijders hebben, namelijk Tony Houbrechtsen en Rudy Koolman. Plaatselijke ronden moesten afgelegd worden, reed Rudy Koolman nog alleen vooraan. Even later sprongen drie renners weg uit het peloton. Het waren Waaienberg, Verstraeten en Willy Sprangers. Vluchters, Rudy Koolmans, Dirk Weyenberg, Eddy Verstraeten en Willy Sprangers, die er alles op zetten om uit de greep van het peloton te blijven, terwijl hun ploegmaats goed afstoppingswerk deden in het peloton. Bij het oprijden van de Naamse steen demareerde de man uit Merksem, Willy Sprangers. En die verstaan gepast aan de eindzegen. Wij laten u nu genieten van deze prachtige eindspurt die gewonnen werd door Willy Sprangers. Dan krijgen we de uren waar... De spurt van het peloton werd gewonnen door Patrick Lernot voor Julien Verboven en Frank van Impe en dit op 2 minuten en 15 seconden van de overwinnaar.
de hand gesteld. En hier krijgen we dan Eddy Verstraeten, Pelven, José van der Motte van Helmsbeek, Bloemen, Carolien van Heverlee, de Brouwerij, Sjoger Emmera met de lichtere Dio Supra, Nieuwkuis, Orelette van Blonde, Hemden-Dars van Heverlee Centrum, de Vuren, Duratloer van Blonde, de Grenietbank van Heverlee, Rijvuren en Brandtietse, Geerts van Heverlee, elektriciteitswerken Gillian Bruysen en Zoom, de Braderij Ginderhout, de uurwerker Redania Osloos van Tesselen, het Weekblad, het Weekblad Paspartu en natuurlijk Gerrit van Amsterdam, de Anderlingsgezet en de Zwieven. Wij doen met elkaar een rendezvous voor Wolf en voor de negende grote Uvaartruis van Uvelen. Café du Commerce bij Camille Geets werd de 9e E5-prijs aan de pers voorgesteld. Voorzitter Roger Peters verwelkomde de persmensen en vroeg hen de nodige ruchtbaarheid te geven aan deze wielermanifestatie, zodat deze 9e editie evenveel succes zou kennen als de vorige uitgave. Secretaris Maurits Schoemaker werd het scenario van de wedstrijd uiteengezet. Eerst werd in 1980 samen met de E5-prijs een feestmarkt te Heverlee ingericht. De voorzitter van de Marktkramersbond van Leuven, de heer Jos Litanie, hoopte op een goede samenwerking met de Heverlees Wielerclub. Het stadsbestuur was vertegenwoordigd door de heer Pierco, schepen van sport. Hij zei dat de Heverlees Wielerclub steeds op de steun van het stadsbestuur mocht rekenen. Hoopvolle toespraken moesten de droge keren eens opgefrist worden en met een stevig pintje werd geklonken op de afloop van de 9e E5-prijs. Zaterdag 12 april was er in de Hertogstraat een grote drukte. In Café de Club werden de inschrijvingen gedaan. Het was ook het verzamelpunt van al de medewerkers. Nog even werd de omloop grondig ingestudeerd door de mensen van de burgerlijke bescherming en het Rode Kruis, die ieder jaar paraat staan om hun diensten aan te bieden.
voor 1 uur verschenen 114 renners aan de start, met onder hen Wellens, Van Impe, Van Roosbroek, ook de Schoenmakers en Sprangers kwamen voor de tweede keer proberen om Heverlese bloemen naar huis te nemen. Jaarlijkse gewoonte reden de renners eerst als toeristen door Leuven om eigenlijk te starten aan de Parkpoort. In Haarscholde sprongen reeds 6 renners weg. Het waren Gossens, Sprangers, Spronk, Kotmiens, De Vos en Van Dessel. Ongeveer 35 kilometer kwamen de Schoenmaker, Loos, Schipper en Deijerveld mee vooraan en we kregen 10 leiders. In het peloton was er ook een reactie losgekomen van een 25-tal renners. Even de renners om een kijkje te nemen op de feestmarkt te Heverlee. Het was een goed initiatief om deze eerste feestmarkt te laten samenvallen met de inrichting van de E5-prijs. Op die manier konden de vele supporters rustig hun inkopen doen in afwachting van de doortocht van de renners. De hostessen van de wielerclub maakten van de gelegenheid gebruik om met de nodige charme steunkaarten te verkopen. Van het stadsbestuur kwam Schepens Brokeels een bezoek brengen aan de feestmarkt. Thank you.
Ondertussen waren we met de renners de Scherpenheuvel waar we nog steeds 10 leiders stelden. Naast de volledige inzet van haar bestuur en de leden kon de Heverleense wielerclub steeds rekenen op de steun van de vroegere gemeente Heverlee en sinds de fusie op het stadsbestuur van Leuven om dergelijke organisaties tot een goed einde te brengen. Als ook de steun van de plaatselijke neringdoeners, de zogenaamde grote gevers, en de medewerking van het Rode Kruis, de burgerlijke bescherming en de vele signaalgevers van de clubs onderweg. Omleiding De Herend waren de 25 achtervolgers bij de 10 leiders gekomen en kon de wedstrijd opnieuw beginnen. Aan de hoek van de Hertogstraat en de Naamse Steenweg stonden heel wat supporters de renners op te wachten. De opkomst was ruim bevredigend, maar van een grote massa kon men toch moeilijk spreken. Het doen samengaan van de feestmarkt en de E5-prijs heeft ervoor gezorgd dat deze formule goed was en zal voor de toekomst een zekere waarde krijgen. Vijftal kilometer van Heverlee hadden Leo van Tielen en Jos de Schoenmaker het kopgroepje uiteengetrokken en met een lichte voorsprong kwamen ze voor de eerste keer over de aankomstlijn, gevolgd door een sterkjagend peloton van 10 renners die er alles op zetten om de vluchters terug in te lopen.
Met nog twee ronden af te leggen kregen de twee leiders het gezelschap van Willy Vigouroux en Jos Schipper. Deze vier renners bleven voorop en vanop de motor zullen we nu verder getuigen zijn van de ontknoping van deze negende E5-prijs. Van het viertal was zeker Willy Vigouroux, die op de Naamse Steenweg de blanden pedalbreuk kreeg, zoals dat heet. Hij moest toen van fiets veranderen, maar kon toch nog aansluiting krijgen bij de kopgroep. Maar deze inspanning zou je later aan de aankomst toch moeten bekopen. Maker nog weg met in zijn wiel Leo van Tielen. Het tweetal zal dan samen moeten strijden voor de eindstegen. Uitslag van de 10 eerste was: eerste Leo van Tielen uit Koersel. Hij legde de 176 kilometer af in 4 uur 34 minuten. Tweede op enkele seconden Jos de Schoenmaker, die verslagen werd in de eindsprint. Op 10 seconden volgde als derde Willy Vigouroux,
die Jot Schipper nog achter zich liet. Vijfde op 25 seconden, José Boeven. Zesde was François Kaatoven. Zevende Patrick de Vos. Achtste René van Gils. Negende Leo Engelen. En tiende de Nederlander Bert Prong. In the land we got the best dancing. In the land we got the best. Te goed voelen we een vriend, want onder het uur lekker naar goede komen. Dat was. Willem, het is gewoon mes gezegd worden, hè, want. Vooral aan onze burgemeester van Sina, aan de heer Schepene Pierco, meneer Geets, politiecommissaris, meneer Coupens, afgevaardigde van de brouwerij Artois, de afgevaardigde van de pers en Passepartout, de civiele bescherming, afgevaardigde van de handelaars van Heverlee, dus het handelaarsverbond. Voor hetzelfde sportgebeuren. En we zijn natuurlijk geen Milan San Remo, geen Ronde van Frankrijk, nog veel minder de Parijs-Roubaix. Maar over een zestal maanden geleden, dan twijfelden we toch dat we nog een tiende E5-prijs zouden geven, of niet? Je mag niet vergeten, de Evenwijs Wielerclub heeft harde nootjes te kraken gehad. Voor eerst hebben we een goede vriend, onze vriend René van der Wegen, verloren. We hebben bijna 6 maanden zonder lokaal gezeten. We hebben niet bestuursverkiezingen moeten houden. En ik moet eraan toevoegen, de mannen van Wisselen, spijt dat ze hierin zijn, die hebben het geluk, die hebben een aankomst voor hun deur. Leuvenstad heeft het centrum de Bontlotelaan. Ik moet ook vermelden, zo'n koers inrichten, dat komt zo niet van vandaag tot morgen. En we mogen ons gelukkig achter dat we contact opgenomen hebben van het verleden jaar met de mannen van de markthandelaars van Leuven. Maar ook de innige samenwerking met de handelaars, het handelaarsverbond van Heverlee. We zijn een paar keer samen geweest en die mensen doen al het mogelijk. En ik moet eerlijk zeggen, het is een geweldige steun geweest, de handelaars van Heverlee, wat die voor de Heverleese wereld doet. Wij trachten dan ook van onze kant het maximum te geven aan sport in het centrum van Heverlee. Wel, het is eigenlijk de 10e maal. Het was eigenlijk een feestviering, zou ik zeggen. Dus wij mogen er als sportliefhebbende wielrenners wat van verwachten. En ik geloof dat men inderdaad een bijzondere inspanning gedaan heeft om van de 10e E5-prijs eens wat speciaal te maken. Ik weet dat de mensen van het bestuur op een bepaald ogenblik wel wat moeilijkheden hadden, maar de sportmannen kennende, sport zet aan tot doordrijven, geeft wilskracht naar het schijnt. En wel, ze hebben getoond dat ze inderdaad doordrijvers zijn en dat ze over voldoende wilskracht beschikken om zich over deze problemen op te zetten. Ze hebben dan de gelukkige samenwerking gekregen, verleden jaar al trouwens, van de markthandelaars. En ze hebben het gelukkige idee gehad
van hun wielerwedstrijd te combineren met een feestmarkt, zodanig dat meneer naar de goed kan komen zien en dat madame ondertussen met de kinderen kan gaan wandelen en dan liefst inkopen kan gaan doen op de markt. Op zaterdag 11 april 1981 werd in het centrum van Heverlee voor de 10e keer de startvlag neergelaten van de grote E5-prijs voor beroepsrenners. Voor de organisatoren van de Heverleese wielerclub werd het een vluchtige beloning van de maanden voorafgaandelijk werk. Het is volgens Schepen-Pierco te vergelijken met een feestmaal. Vele weken en zelfs maanden vooraf is men ermee bezig. En dan komt de dag zelf en na enkele uren blijft er niets meer van over dan de opruiming. Velen beseffen niet voldoende wat er allemaal komt kijken bij een dergelijke organisatie. En soms kan men de vraag stellen waarom steeds mensen gevonden worden om dit allemaal te organiseren. En ja, zoals men ziet zijn de werkers er weer spontaan en zonder veel woorden wordt er gewerkt aan de aankomstlijn om een veilige afsluiting aan te brengen. De kleedkamers van de Heverleese sporthal stonden ter beschikking van de renners. We herkenden hier onder meer Paul Wellens, Louis Luiten en Michel Vaarten. Was natuurlijk ook weer daar om mee te zorgen dat alles ordelijk verliep. Nog even de omloop nagaan. In het café Night and Day, het lokaal van de wielerclub, konden de renners zich laten inschrijven. Niet minder dan 136 renners kwamen hun kansen wagen, waaronder een volledige ploeg van Peter Post. Even voor 1 uur kwamen dan de renners afgezakt naar de startlijn aan het Heilig Hart Instituut. Onder de 136 renners waren heel wat bekende namen, zoals Rick van Linden, Leo van Tiele, de overwinnaar van vorig jaar, Dirk Baert, Lucien van Impe, Rudy Pevenage, Gerry Kneteman, Henk Lubberding en nog vele anderen. De Heverleese wielerclub kon tevreden zijn. De oogst was dit jaar schitterend. Thank you.
Schepen Pierre Co was daar om het startsein te geven van de 10e E5-prijs. Hostessen zorgde met een charmante glimlach dat de kas van de wielerclub gespijzigd werd, want koken kost geld, maar een koers inrichten voor beroepsrenners kost heel veel geld. Om 1 uur dan werd de start gegeven. Het werd eerst een wandeling door de straten van Leuven en aan de parkpoort in de richting van Haasholde werden dan de renners losgelaten voor de 180 kilometer. De wedstrijd bestond uit 1 grote ronde van 100 kilometer die ging over Lovenjoel, Sint-Joris Wingen, Betekom, Haagt, Herend, Huldenberg en tenslotte Heverlee. Men had met opzet de grote ronde ingekort om zo een plaatselijke ronde meer te kunnen doen. Deze 4 kleine ronden waren elk ongeveer 20 kilometer. Door een spijtige vergissing echter beschikte de filmploeg niet over een uitrusting om op de motor de wedstrijd te kunnen volgen. We moesten dan noodgedwongen ons beperken tot de 4 doortochten en beelden rond de aankomstlijn. Dit jaar werden dan de marthandelaars betrokken bij de organisatie van de E5-prijs. Tijdens de eerste doortocht had de Nederlander Ad van Peer een voorsprong kunnen bijeenfietsen van 1 minuut 35 seconden op het duo Remy van Gils en Jacques van Meer, beide hier in beeld. Wanneer de vluchters voorbij de aankomstlijn waren, stonden ze wat verder voor een gesloten overweg en meteen kreeg Van Peer een voorsprong van ongeveer 3 minuten. Het geluk lag echter niet op zijn kant, want tijdens die eerste plaatselijke ronde reed hij nog een platte band en meteen verloor hij bijna 1 minuut. Thank you.
Bij de tweede doortocht dan had Van Peer nog een voorsprong van ongeveer 1 minuut. Maar het werd bij hem duidelijk dat hij niet opgewassen was tegen de steeds maar jagende achtervolgers. En na 127 kilometer wedstrijd liet hij zich bijhalen door het peloton. Toen bleef het ongeveer 30 kilometer rustig buiten de enkele pogingen van het viertal Frank van Impe, Mario Mariot, Jacques van Meer en Eddy Kaal. Ook de derde doortocht verliep zonder veel geschiedenis, want de volledige groep was nog steeds samen en de wedstrijd kon dus terug beginnen. Terwijl we aan de aankomstlijn genieten van deze stemmingsbeelden, kwam na 150 kilometer de beslissende ontsnapping toen een groep van 17 renners zich losrukte uit het peloton. Deze renners waren Ivan Lamotte, Peter Winne, Johnny Roers, Herman Bijsens, Ad Wijnands, Wim Maassen, Jos de Schoenmaker, Philip van den Branden, René van Gils, Jacques van Meer. Een tweetal die zich erg verdienstelijk hebben gemaakt tijdens deze wedstrijd. Verder Jean-Louis Bonnier, Alphonse van Dessel, Maurice van Heer, Werner de Vos, Eddy Schepers, Benny van der Auwera en Mark Goossens. Deze 17 vluchters kwamen met iets meer dan 1 minuut voorsprong over de aankomstlijn en begonnen dan meteen aan hun laatste ronde. Van de wedstrijd toe zag het er naar uit dat in het zicht van de aankomstmeet alles nog samen zou komen. Vooraan begreep men het gevaar en vele ontsnappingspogingen volgden elkaar op. Op 3 kilometer van het einde kreeg men een gelijktijdige demarrage van de Nederlanders Winne en Wijnands.
Voor Wijnands werd dan deze demarrage succesvol. Wij volgen nu even de slotfase van de wedstrijd. Een renner, ja ja, kan niet meer bedreigd worden. Uit de proef, ja ja. En dus dat is het nummer 98. Ad Wijnands, indien wij het goed voor hebben, die hier met de bloemen gaat lopen. Maar dames en heren, houd de baan vrij, want dan toch maar 30 seconden. De uitslag luidde dan als volgt. Eerste Ad Wijnands, hij legde de 180 kilometer af in 4 uur en 35 minuten. Tweede op enkele lengte, Jean-Louis Bonilly. Op de derde plaats Willem Peters. De vierde volgde dan Eddy Schepers. Ten vijfde Ivan Lamotte. Op de zesde plaats was er Mark Hosens. Op de zevende Werner de Vos. En op de achtste Philippe van den Branden. Op de negende plaats was er dan Maurice van de Heer en op de tiende Wim Maassen. En dit allemaal in dezelfde tijd als Wijnands. Dit was dan de 10e editie van de E5-prijs. We mogen zeggen dat deze uitgave een topper van formaat is geworden. Het was prachtig weer, er was veel belangstelling, een heel bos ingeschreven renners. En de organisatie was
zoals steeds weer tot in de puntjes voorbereid. Maar dat zijn we dus al gewoon van de Heverleese wielerclub. Niet de wielerclub alleen is in de mogelijkheid om al dat werk te doen, want zij moeten ieder jaar beroep doen op vele bereidwillige medewerkers die dan samen zorgen voor een groot sportspektakel in het centrum van Heverlee.